in the bowels of the earth. In its absence came the rise of a new age, a new power. And thus began the reign of the glorious empire. Everyone was happy, and those who weren't. Er is niets leuker dan ongegeneerd de slechterik uithangen. Het is dus logisch dat er games zijn die precies om deze reden bestaan. En Overlord is er daar één van. De game bracht vele gamers op het verkeerde pad, maar had nog wel wat schoonheidsfoutjes. Reden genoeg voor Triumph Studios om het nog eens te proberen met Overlord 2. Because evil always finds a way. Overlord 2 speelt vrijwel hetzelfde als het origineel. Je bent nog steeds een ultieme slechterik met een leger van minions onder je hoede. De minions zijn echte rotzakken die alles kapot maken en plunderen. Je minions laten zich eenvoudig besturen met de analoge stick en elke opdracht die je geeft wordt met plezier vervuld. Gelukkig maar dat ze aan jouw kant staan. Oh, yes, I say so. Very imposing. I impose like that, you know, back in the day. Toch komt er meer bij kijken dan alleen maar wat simpele opdrachten aan je minions geven. In de loop van het spel ontgrendel je 4 soorten minions. Daarmee kun je tegenstanders op verschillende manieren aanvallen. Met de rode minions kun je bijvoorbeeld de vijand in brand zetten, terwijl je de groene minions op de rug van een grote vijand kunt gooien om zo meer schade aan te richten. Je moet dus goed inschatten welke minion je wanneer inzet. Bovendien zijn er verschillende eigenschappen van de minions ook van belang bij het oplossen van puzzels. Door vaak op deze manier gebruik te maken van je minions, wordt het spel ineens een stuk uitdagender. Overlord 2 verrast met gedeeltes waarin je iets anders moet doen dan simpelweg minions op je vijanden afsturen. Zo bestuur je al vroeg in de game een gigantische katapult waarmee je stenen op de vijand kunt gooien. Ook krijg je een schip waarmee je nieuwe gebieden van de spelwereld verkent. Deze toevoegingen veranderen het ritme van het spel en houden de gameplay verfrissend. Het origineel had te kampen met een gebrek aan variatie in de omgevingen en dat is zichtbaar verbeterd in deel 2. Zo loop je in het begin van de game rond als een kleine overlord in een besneeuwd gebied en mag je wraak nemen op enkele kinderen die je hebben gepest. Maar wat later in het spel ruil je de koude sneeuw in voor een tropisch eiland. Op deze manier wordt Overlord 2 een stuk gevarieerder dan de uitgemolken fantasy setting van het eerste deel. Al vind je ze ook in dit deel weer terug. De omgevingen zien er trouwens fantastisch uit en lijken zo te zijn weggelopen uit de Efteling. De mooie graphics hebben echter wel een keerzijde. Vooral de PlayStation 3-versie heeft te kampen met een haperende framerate. En dan vooral wanneer er veel om je heen gebeurt. De Xbox 360-versie is wat stabieler. Dit is niet spelbedervend, maar als je hier gevoelig voor bent, worden je ogen sneller moe van de game. De ontwikkelaar heeft ook een poging gedaan de slecht werkende camera uit het origineel te verbeteren. Maar dit is niet echt gelukt. Tot overmaat van ramp bestuur je de minions met dezelfde stick als de camera, wat soms tot vervelende situaties leidt. Toch heeft Overlord 2 zeker vooruitgang geboekt en weet het net even wat meer te bieden dan het eerste deel. Niet alleen door een langer avontuur en een prima multiplayer modus, maar ook door de vele grappige details. De game biedt een zwartgallig soort humor die zeker niet voor iedereen bedoeld is, maar heb je geen problemen met het neerknuppelen van schattige zeehondjes of panda's, dan is Overlord 2 jouw type game. Daarbij is de tactische gameplay voor iedereen eenvoudig te begrijpen. Kun je dus niet om de grapjes lachen, dan blijft er nog een degelijk stukje gameplay over. Daarom een welverdiende 8 voor Overlord 2.